Most consumers only look at price as a measure of value, and they think that the cheaper they buy, the better. Quality brands that produce in the West can no longer compete because they don't compete on price, they compete on quality, on design, on service. Qui Factum will restore the price-value balance through production transparency, which means that we will show the customer of the product he wants to buy how, where, when, and by whom it was made. They will buy less but better products made in a more sustainable way, also ecologically. And that will help them to reduce the carbon footprint. We are definitely ready to rock and roll. We have now an MVP, minimum viable product, that is completely functioning, both the app and the backend, and also the transparency page towards the end customer. We are still expanding the platform, but the basic functionality is available now. Yeah. Right is een duurzaam merk en wij gaan ook voor sustainability in alle facetten van ons merk. Right staat ook voor tijdsloze, zodanig dat onze klant ook de artikelen over de verschillende seizoenen heen kan draaien, maar ook kan combineren met elkaar. Zowel Matthias als Christophe helpen ons enorm bij de kleine aanpassingen in het programma, zodanig dat wij echt heel custom eigenlijk onze werkomgeving die achter de QR-code zit, kunnen aanpassen naar ons wensen en onze zaken die wij nodig hebben. De QR-codes van Qui Factum gebruiken wij op alle items en zo kunnen wij eigenlijk alle fasen van ons product volgen. Vanaf het moment dat wij eigenlijk onze stoffen binnenkrijgen, tot volledig het einde, totdat de kledingstukken effectief terug geleverd worden naar het magazijn, klaar voor uitlevering, kunnen wij eigenlijk volgen wie heeft wat gedaan, op welke dag en op welk tijdstip. Verso is eigenlijk een sportmerk dat voortgevloeid is uit ons familiebedrijf, Liberty Textiles. We zijn eigenlijk een bedrijf die elastische stoffen en band maakt. En 2 jaar geleden zijn we voor het eerst uitgekomen met een eigen lijn afgewerkte producten. Als Belgisch merk, als merk dat 100% in België geproduceerd is, zitten wij natuurlijk in een hogere prijskategorie. Vandaar dat het voor ons heel belangrijk is om uit te leggen aan onze klanten van waar die hogere prijzen komen. En een van de belangrijkste redenen achter die hogere prijzen zijn natuurlijk het feit dat wij alles in België maken. Dus productietransparantie is voor ons heel belangrijk. En daar komt Qui Factum natuurlijk goed van pas. Wij kunnen eigenlijk elke stap van ons productieproces gaan registreren met Qui Factum. En zo kunnen wij gaan tonen aan onze klanten wat, waar en wanneer gemaakt is. En door wie. Dus het is ook een beetje een deel de consument opvoeden. De consument doen beseffen van, kijk, niet alle merken weten waar dat hun stuks gemaakt worden. Of weten dan zeker niet of dat in goede omstandigheden gemaakt wordt. Dus degenen die het wel weten, gaan het u ook effectief gaan tonen. We zijn hier in de kunstatelier Slabbink. Op dit moment werken wij op 2 markten, zowel de markt van de liturgische gewaden als de markt van huislinnen. Dit alles hier gemaakt, dus alles wordt hier in Brugge gemaakt op bestelling. Het werken met Qui Factum is voor ons heel eenvoudig in die zin. Wij krijgen de QR-codes aangeleverd door Qui Factum, dus wij moeten ze enkel verwerken op onze verpakking en de link leggen tussen de artikelen en die QR-code. Dat gaat vrij snel, dat is enkel met een gun. Wat is er ook wel gemakkelijk als de klant bijvoorbeeld zegt na enkele jaren van goh, mijn kussensloop is wat versleten, maar mijn dekbed nog niet. Mijn dekbed overtrekken, dan kunnen zij gerust 1 kussensloop opnieuw bestellen aan de hand van die QR-code. En dan weten wij perfect wat dat ze in het verleden gekregen hebben en kunnen wij 1 kussensloop opnieuw maken. Zonder dat de set moet weggegooid worden en een volledig nieuwe set gemaakt worden. Dus op dat vlak is het ook wel duurzaam.